Goh, dat je daar weer bent. Vinden we fijn hoor. Zijn we heel dankbaar voor. Ja, dankbaar. Ja, vandaag willen we u even wijzen op Bedweters. Dat is een voetbalprogramma van Hugo Borst en Koert Westerman op YouTube. Het heeft wel wat weg van Studio Voetbal en Voetbal International. Maar de twee presentatoren, analisten, of hoe je ze ook noemen wil, zijn nog meer zichzelf. En dat blijkt uit de volgende beelden. Eerst wordt er een beetje over voetbal gepraat. En de uitslagen worden voorspeld. Maar dan voelt Hugo Borst iets dwars zitten. Kun je maar één ding aan doen natuurlijk. Heel goede selectie. Let op Vitas. Wat zeg jij? Vitas, PEC Zwolle? 1-2. 1-2. Ja. God. Ik heb zoervlees gegeten, maar wat heb jij in hemelsnaam? Het is allemaal lucht. Voor degene die denken dat hier een geluidseffectje is gebruikt, achteraf, om het funny te maken, dit was dus gewoon echt de fart der farten. Maar hij ruikt... Ruikt niet. Nee. Toch even weer naar Utopia. Zoals u weet was daar vroeger sprake van het opbouwen van een nieuwe maatschappij. En veinsde bewoners dat ze bepaalde idealen hadden. Maar dit keer komt er een ander type bewoner het terrein op. Ze heet Tieneke. En Tieneke vindt vooral één ding fantastisch. Mijn leeftijd hoef je niet te weten. Maar ik ben van een schoon en net huis. En dat wil ik graag uitdragen in Utopia. En ik wil gewoon iedereen ook laten weten dat je ook bijvoorbeeld schoonmaken kan op een verantwoorde manier. Wat ik echt van plan ben om te doen is zijn huisartparties om op een leuke verantwoorde manier te leren schoonmaken. Zo noem je het toch op! Nou, bent u die stagier of stagieren? U weet wat u te doen staat. Hans van Zeggelen mag het journaaltje afsluiten van ons met het liedje Schatje, kom terug. Okidokie, tot morgen. Alleen man, toen jij bij me wegging, had ik nog een grote mond. Ja, ja. Het zal niet lang duren, voordat ik het